Welkom terug bij een nieuwe pokervideo. Vandaag gaan we weer een lekker potje van 50 cent met 6 personen spelen. Dat komt omdat ik heel lang moest wachten op de andere. De hand is al begonnen, dus we gaan er gelijk inspringen. We hebben een lekker hand en ik heb een paar tips van jullie gekregen die ik ook ga toepassen. Dus ik heb geraced in plaats van gecheckt. Dat was een van de tips die ik kreeg. Deze check ik wel verder. Gewoon, oh, zo gaat hij racen. Zo ga ik racen. Hij wil ook. Ik race gewoon met 5 big blinds. Het gaat om 50 cent met 6 personen. Dus we moeten nu tweede worden. In plaats van op zijn minst derde willen we iets ervan terugkrijgen. Met winst dat wel. Ik denk. Ik ga het gewoon, of het wordt een snel potje, of het wordt een langzaam potje. Of het wordt een lekker potje, bedoel ik eigenlijk. Ja, ik heb, dit is een goed begin, Op zich ook een lekkere hand, alleen ik denk wel dat, ik ga hem racen naar 2. In de hoop op een flush. Als er niet een schop erbij komt, volg ik verder. Maakt hem lastig. Ik check nu alleen mee. Volt. Zelfde verhaal. Ik call deze. Ik heb een goed gevoel. Oké, nu heb ik een minder goed gevoel. Elke race volg ik. Waarom nou weer? Ik had er zo graag aan mee willen spelen achteraf. Deze race ik wel. Ik kreeg namelijk de tip om nooit te callen, maar altijd gewoon mee te racen. Dus. Of pot of race, maar niet meegaan. In ieder geval niet de eerste ronde. Tenzij de anderen wel racen, dan kan je gewoon callen natuurlijk. Een paar, 2 paar zelfs. Dan ga ik racen naar 5 big blinds. Ik ga er gewoon voor. Ik heb het gevoel dat, dit wordt wel. Er zijn aas. Ik heb 2 paarden, gewoon. Zou ik? Ik ga nog met 10. Misschien dat hij dat dan vervelend vindt. Dat hij niet meegaat. Zie je? Nou, dan hebben wij gewoon 24 big blinds erbij. Nice. En deze call ik. Ik hoef niet eens te callen. Voor de flush. Ik kreeg ook een tip dat je daar rekening moest houden. Ik sta op het moment trouwens ver bovenaan, maar er is nog niemand weg en er kan nog van alles gebeuren. Ik kan hem wel. Ja, die flush gaat hem niet meer worden, dus elke race volg ik nu. Zelfde verhaal. Oké, hij race wel hoog, dus volg hem. Eén iemand is al in. En die is kwijt. Dus er is 1 iemand weg. Die andere staat daardoor wel hoger. 4, 5 en 2 hart. Dus dat is sowieso hitte. Of kalen. Racen. Hij race. Ik race hem naar 2. Bedoel ik. En we hebben niet zo super veel goed. Okay, we hebben een paar 4. Als hij niet race, heeft hij geen goede hand. Dus dan race ik met 3 big blinds. Dan gaat hij waarschijnlijk niet eens mee. Of ik kan al in voor hem gaan. Ik ga al in voor hem. Dan gaat hij waarschijnlijk ook niet mee. Gok ik zomaar. En anders hoop ik dat ik hem met een paar uitspeel.
Nee, hij gaat niet mee. Dan hebben wij hem gewonnen, lekker. Oeh. Gratis winnetje, oké, prima. Hetzelfde verhaal, gewoon een race met twee big blinds. Ik call hem. Paar negens, dat is sowieso lekker. Ik race hem met drie. Nog steeds een paar negens. Ik hoop niet dat zij race. En dan ga ik gewoon racen met vier. Dan hoop ik. Oké, ik ga call. Ik gok erop. Ik hoop niet dat ze al in voor me gaat. Dan ga ik er alsnog op gokken. Maar ik check hem. Ben benieuwd. Oh, ik had wel gewonnen. Lekker. Deze moet ik sowieso meedoen. Ik kan hem. Oeh. Ik kan hopen op een flush. Hij gaat al in. Ik kan hem. Hij heeft, oh, waarschijnlijk heeft hij dan een flush. Dus nu al. Dus dan ga ik. Oké. Okay. Zij heeft sowieso een flush. Oké, okay, niet. 50-50 voor hun. Dus hij is er nog niet uit. Fair enough. Ik had hem sowieso. Misschien wel trouwens. Ik zag het niet goed. Tot nu toe nog niet zo super veel. Ik ga gewoon al in voor hem. Oh wacht. Ah nee, dat heb ik niet gedaan. Maar dan nog. Maakt niet uit. Dit is wel een goede hand. Die andere guy is sowieso al in. En ik heb hem gewonnen. Dat het tenminste een grote kans. Ja. En dat betekent dat hij eruit is. Dat betekent dat we met z'n vier hoofd zijn. Oh, oh, oh. Dit is een goede hand. Om te mee te beginnen in ieder geval. Ik call hem. Oh, ik heb een dubbele paar. Bet 5 big blinds. Ik call, zij gaat al in. En ik heb haar eruit gespeeld. Dat is lekker. Ik sta zeer goed voor. Op een potje van 50 cent. Deze kan ik callen. Of wacht. Ja, ik call hem wel gewoon even voor de flush. Nou, dat ga ik niet meer krijgen. Dus deze call ik gewoon. Maar ik ga hem denk ik niet winnen. Tenzij. Hè, tenzij er nu nog. Een klaver komt. Nope, deze ga ik niet winnen. Ah, push, prima. Racen naar 2. Hij gaat niet mee, dat is jammer. Ga mee alsjeblieft. Ik gok het erop. Ah, dat is jammer dat die aas er komt. Ik had meer kans, alleen die aas kwam er, dat is jammer. Oké, dan heb ik hem een goede kans gegeven om toch nog te winnen. Oké, dat is die fold ik. Ik call hem gewoon, ik wil eerst even zien wat hij gaat doen. Dat dacht ik al. Hij heeft weer geld, dus. Oh, dit zijn niet per se lekkere handen. Ik check hem. Eentje is al in. En die andere wint niet. Oh, dat is jammer.
Anders hadden we sowieso tweede geweest. Hij gaat nu all in. Ze zijn allebei all in. Nee, dat lieg ik, dat lieg ik. In ieder geval is eentje all in. Die andere heeft nu wel meer geld dan ik. Maar zijn in ieder geval tweede. Dus dat betekent dat we in ieder geval sowieso 77 cent hebben. Dat is 22 cent winst. Op zijn minst. Nou, gaat lekker zo. Oh, wacht. Ik heb niet zoveel. Dat wordt risky. Geef me een aas. Geef me een aas. Wacht. 4. Ik heb een straat. Bedenk ik me nu. Bam. Lekker. Ik zag daar straat staan. Ik denk, wacht, dat klopt. Oh mijn god, dat ik dat niet zag. Ah, dit is een heel lekker potje voor mij. Dan. Of een hele lekkere ronde. Ja, die ga ik niet meedoen natuurlijk. Oh jeetje, doe ik het weer. Een paar echte, klopt. Vier big blinds, dat is voor veel voor hem. Gaat hij mee? Gaat hij mee? Ik heb twee paar. Eentje zit in de tafel en eentje heb ik ook. Hij twijfelt hoor, hij twijfelt. Hij doet het niet. Lekker, ik had liever dat hij wel meedeed. Deze voelt ik. Ja, het is win. Oeh, wat ga ik doen, wat ga ik doen, wat ga ik doen? Ik denk dat als ik al inga voor hem, dat hij niet meegaat. Dat is een bluff namelijk. Gelukkig. Oeh. Oh, ik had moeten racen naar 2. Dat is stom dat ik dat niet deed. Paar tweeën, dat sowieso, maar de flus gaat hem niet meer worden. De laagste paar die je kan hebben, dat wel. Hij voelt. Zo zit ik rustig wat big blinds van hem af te snoepen. Check, weer een paar drieën. Bet met 2 big blinds. Gaat niet mee. Dat is weer een win. Hij heeft niet zoveel big blinds meer. Oh, dit is jammer. Ik hoop dat hij volgt. Anders is het zonde van mijn big blind. Ja, laat maar zitten. Die ga ik niet meedoen. Daar heb ik een slechte hand voor. Net zoals dit. Dit is zonde. 7-8 is redelijk. Ja, ik ga niet al in. Zo goed is mijn hand ook weer niet. Kan ik weer? Moet ik gewoon racen? Dan wordt het lastig voor. Niet dat ik super veel goeds heb of zo. Dus hij gaat dan weer... ik heb niks. Oh. Ik ga hem naar
3 big blinds niet eens al in. Want dat gaat hij waarschijnlijk niet doen. Hier twijfel ik ook aan of hij het gaat doen. Hij gaat het niet doen. Oh. Call. Ja. Kom op. Kom op. Oh mijn god. Wat is deze game? Wat is deze game? Ik heb 2 paarden, dus ik ga hem sowieso. Op zijn minst ga ik hem aan het einde al in. Kom op. Niet nog een keer zo naaien. Niet nog een keer zo naaien. Ja, gewonnen. Lekker. 50 cent potje. Ik heb nu €1,81 gewonnen. €1,81 gewonnen waarvoor 50 cent inleg. Dus dat betekent €1,31. Echt gewonnen. Lekker potje. 50 cent. Prima. Vaker doen. Had wel wat geluk bij de kaarten. Maar mocht je de video nou leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Gun even dat abonneetje, zal me heel erg helpen. Dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Later.